Goedemiddag, assistent Spoedpost Almelo. Met mevrouw Jansen. Ik ben gevallen en ik heb een behoorlijke wond op mijn arm. Oh, wat vervelend. Ja, ja. En het is behoorlijk, het bloed behoorlijk. Laat de wond maar eens even zien. Het werkt via een app die je kan downloaden op je mobiele telefoon. Je kan, vervolgens kan je in contact treden met de zorgverlener, hè, met de huisartspost in dit geval. En dan kunnen wij bij aandoeningen die zich lenen voor het met het oog beoordelen, kunnen we dan een oordeel geven op afstand. Zo? Ja, ja, zo kan ik het inderdaad goed zien. Ik zie wat wijkende wondranden. Ik ga het eventjes de dokter laten meekijken. Ik zie inderdaad een behoorlijke wond, zeg maar. Die bloedt ook inderdaad. Dus het is bijvoorbeeld met name geschikt voor kleine wondjes waar de ouders, als het kinderen betreft, over twijfelen. Het is geschikt voor bijvoorbeeld insectenbeten waar je een oordeel over wil hebben. Voor de rest bijvoorbeeld als je iets hebt als gordelroos. Soms bij kinderziekten met vlekjes waar de ouders onzeker over zijn. Daar leent het zich denk ik met name voor. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal enthousiast die we hebben gesproken. Ze vinden het ook echt prettig dat we toch op een professionele manier samen met de huisartsen ook beoordelen wat er eventueel gedaan moet worden. Je ziet ook de hulpverlener. En ik denk dat dat ook om tot in vertrouwen in de behandeling te komen, dat dat echt aanvullend is. En nogmaals, de dokter ziet natuurlijk ook daadwerkelijk waar het om gaat. We hebben hier een heel uitgebreid gebied, hè, tot Hellendoorn naartoe, Tubbergen. Dat zijn soms aardige reisafstanden. En dat scheelt dus een reis van de patiënt van de periferie hier naar de post. Eindelijk verwachten wij, laat ik het zo zeggen, dat 30-40% van de mensen die van de beeldbellen applicatie gebruik maken, dat die nog naar de post hoeven te komen. En dus 60-70% verwachten wij dat we met dat middels beeldbellen kunnen afhandelen.